Yo, mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag eigenlijk wel een hele vette video. Oh. Want vorig jaar hebben wij een strijkerproject gedaan. 2000 strijkers waren dat. En nu hebben we... In één doos. En dit jaar hebben wij een 4000. Dat zijn er bijna, het zijn er net geen 4000, dat is 75 in het pakje. Maar om en nabij. En een heel karton is natuurlijk best wel super flink en super veel. Wordt ook weer een hele hoop werk om dat allemaal in de doos te verwerken. Ja. Dus we hebben nou een andere doos en we hopen dat alles daarin gaat passen. Oh. Dus we gaan eerst alle strijkerpakjes uitpakken. En dan gaan we eens even kijken hoe we dat gewoon kunnen maken. Maar voordat we dat gaan doen, willen we jullie nog deze mooie plasma aanstekers laten zien. Kun je het goed zien. En deze aanstekers komen van jouw tag. Wij zetten een link in de beschrijving. Voor oud en nieuw kan je nog, dus heel makkelijk, een paar plasma aanstekerscode. Kortingscode staan er ook bij, dus voor leuke prijsjes kan je dus mooie plasma aanstekers kopen. Wij vinden ze echt handig, we zien sommige mensen die ze misschien niet zo handig vinden. Maar dat is een persoonlijke voorkeur. Wij raden ze zeker aan en wij bedanken jouw tech ook voor het opsturen van de aanstekers. En ook mede mogelijk maken van video's deze tijden. Dat is wel lastig met YouTube. We zullen eens kijken of we deze open kunnen maken. Maar kunnen we deze open maken? Ik weet niet of deze camera is meer. Ga je het zo doen? We gaan kijken of we deze open kunnen maken. Het ziet er altijd mooi uit, zo'n first impression. Kijk. Kan je dat zien? Moeilijk denk ik. Zo wel. Kijk. Super dik. Het zijn veel hoor. We gaan ze allemaal uitpakken. Dan gaan jullie wat leuke shots laten zien. En dan gaan we waarschijnlijk kijken hoe we het allemaal in elkaar gaan krijgen. Het zullen waarschijnlijk heel veel strijkjes zijn. En we gaan ook wat viscolont pakken. Ook van jouw dekken. Ook viscolont kopen. En daarmee gaan we het proberen het ontsteking te brengen. Net zoals vorig jaar. Maar dan wordt dit dus twee keer zo groot. Let's go. Ben jij een killer of zo? Ja, ik ben een strijker van killer. Levensgevaarlijk mes. Nou, gaan ze af, hè? Jongen, jongen, jongen. Nou. Dat doe je daar wel vakkundig. Toch? Dat hebben wij niet vaker gedaan. Heel karton, jongens. Ik denk sowieso een duimpje omhoog, want een heel karton is best wel... Die shizzle! Stouwig. Ja, joh. Nou, jullie zien al bezig zijn. Wie herkent dit nou, jongens? Die grijze handjes als je met projecten bezig bent, voor oud en nieuw. Die sfeer en dan ruik je vingers. Ja, en dan denk je, wat is dat nou een vies poepgeur? Ja, poepgeur. Ja, echt. Wat is dat nou een vieze poepgeur? Maar toch heeft het ook wel wat. Is het overal kruid, damp eigenlijk opvliegen. Dit is wel weer echt dat sfeertje waar oud en nieuw als project aan het maken ben. Ik weet niet of jullie ook al eens zulke projecten maken. Nou, maar zoals je kan zien, zie je daar al een hele strijkerlaag ontstaan. Ja, super vet. Wij gaan nog eens eventjes lekker verdere grijze handjes creëren. Allemaal los kruid zit er gewoon in zo. Ja, dat wel. Maar dat maakt niet uit. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Sowieso een hele hoop troep. En heel veel knalletjes. Oké, we hebben op het moment alle strijkers erin liggen. Het zijn er behoorlijk wat en dat was best wel een job. Dus kijk hoeveel, dit is echt wel sick. We gaan nou midden natuurlijk een ontsteking moeten maken, dus we gaan ergens in een, ja, midden op daar een gaatje maken. Een prick, zo. Zoep, hop, hoppa. Juist. En daar gaan we een stuk normaal rond van jouw tech doorheen doen. En daaraan gaan we een stuk snel rond binnen voor een goede ontsteking en nog een normaal rond. Kijk. Zo, één grote... Zo, één grote bol lont in het midden hebben en die moet alle strijkers aan gaan steken. Wat denk jij dat het gaat doen? Dat gaan we doen. En dan... Ja, ja. Heel veel knallen. Nu, maar oké, super vet dus. Dus we gaan even de ontsteking in elkaar proberen te flanzen. Wel denk ik langs ook je normaal lont op en dan is ook snel lont, weet ik het allemaal. Super sick. En dan gaan we naar locatie. Gaan we proberen te vervoeren. We hebben allemaal een karton dingetje om het wel netjes te houden. Ja. Want dit is een best een zware doos. Ja, kijk. Ja, dit is de constructie. Oh, wacht. Oh. Wrong size. Ja. Zo wordt in ieder geval blijft het een beetje intact, hopen. En dan? Wordt wel een dingetje om te vervoeren. Deze tussen. Ja. Oh, net iets kort gemaakt eigenlijk. Ik doe wel een beetje met tape of zo vastplakken. Dat het een hoekje erin blijft. Ja, we gaan het fabriceren. Juist, we zitten in de auto! Stoppen, met kip in de doos. Kip in de doos. Met kip in. Oh, bizar. Je ziet het niet. Je ziet er helemaal niks van. Maar we gaan nou naar de locatie rijden. Ik hoop dat het allemaal vlug goed verloopt. We gaan aansteken. Ik ben super benieuwd. En we gaan nog een beetje losstroken. Natuurlijk strijkers gaan even kijken wat ze allemaal doen. Of ze nog net zo goed zijn als vorig jaar. Eerst gaan we even gewoon twee pakjes tegenover elkaar zetten. En dan gaan we kijken wat voor effect dat geeft. Want dat natuurlijk illustreert hoe ons grote project uit gaat werken.
Ja, dan probeer je het in elkaar te leggen of zoiets. Of zo inderdaad. Zal het allemaal afsteken? Of 100% dat het allemaal afgaat. Nou ja, oké, leuk dus. Zou ik maar gewoon afsteken met een aansteker? Ik zou gewoon één strijker met de plasma aansteker aansteken en dan gewoon erin leggen. Ja? Ja, doe dan maar. Ik denk dat dat wel werkt. Ja. Snelwerk aan nou, strijkers kunnen wel snel afgaan. Oh. Ja, oké, ik ga eerst diep kijken. Knallen, goed hard. Nou ben ik heel benieuwd hierna. Ja, uw stem. Goed hard hoor. Goed hard zijn die. Ik denk dat we het volgende project kunnen gaan doen. Oké, we zijn aangekomen op de locatie. Zet maar neer. Even kijken. Gewoon hier. Gaan we hem zo neerzetten, dan strijken ze naar de zijkant gaan over? Ja, zet maar gewoon neer. Zet hem. Zo hier neer. Nou, we kunnen alles eruit trekken. Oh, je hebt wel een pakje strijkers ook hierbij. Die mag jij hebben. Kom maar hiermee. Die zetten we even weg neer. Als je alles eruit trekt en het lont snel in doen, kunnen we het snel afzunden. Ik ben wel benieuwd naar wat hij gaat doen namelijk. Juist. Kijk, stukje karton, hele doos karton. Ja, het is wel goed gelukt met het versturen. Ja, met het versturen. Deze leggen we er zo doorheen. Oh, er is een beetje vies naar boven van geworden die ik nou. Zo heb ik nog een zakje los kruid. Nou ja, als je nog een duimpje erbij kan doen. En dan kan je een aansteker pakken van jouw plek. Die pak hem mee zo. Hier. Even kijken, gaan we daarheen. En dan het beter is dan de plas in. Ja, dat is goed. Gaan we die kant op. We moeten het nu doen. Ga je nog je kop erbij houden, want we kunnen even zien hoe groot het is. Groot. Oh, dik strikers. Ja, lachen. Ja? Nee, je moet lachen. Moet ik lachen? Ja. Moet ik lachen? Moet natuurlijk wel een mooi plaatje eruit halen. Juist. Nou ja. Zal ik maar aansteken? Ja, ik zal maar aansteken. Steek jij maar. Deze mooie aansteker. Als jullie nog een mooie plasma aansteken willen trouwens jongens, jullie weten wat ik gezegd heb. Ik vraag het zeker aan. Hopen dat we een mooie grote vlam krijgen. Alle strijkers neer gaan vliegen. Ik dacht op het begin dat gaat fout, niet alles gaat af of zo. Maar in één keer die grote zee. Wow, yo. Holy. Dat was dik. Holy shit. Die was echt hard. Dat was een super geslaagd project, jongens. Wat een bende hier. En wat een lekker geurtje, ook echt die strijkergeur. Mijn hart gaat ervan tekeer. Ik stond echt, mijn oren waren aan het ruizen. Ik denk, wow. Shit. We gaan even het karton opruimen. Jongens, we bedanken jullie naar het kijken van deze video. We hopen dat deze video natuurlijk weer gewoon lekker goed draait. Doe een reactie en een duimpje omhoog. We bedanken jou tegen natuurlijk voor de leuke aanstekers. En het mede mogelijk maken van deze video's. Het is bijna oud en nieuw. Kruidsnuiven jongens. Kijk die rookwolken achter gaan. Lekker. Heerlijk. Juist. Geslaagd project. Denk van kijken.